Tijdens mijn gesprekken kreeg ik in beeld wie deskundig was en ook wie veel van de organisatie waar hij of zij in werkte wist. En daarnaast kreeg ik een beeld bij of mensen echt betrokken waren bij de problematiek, een passie hadden om iets op te lossen en eigenlijk die extra meters wilden maken. En die mensen heb ik uitgenodigd. Nou, wat ik toen heb gedaan is dat ik een startbijeenkomst ben gaan organiseren, nog voorafgaande aan die vierdaagse sessie. Dat was eigenlijk het eerste moment dat mensen elkaar ook zagen van, nou, met wie ga ik dit eigenlijk allemaal doen? En ik heb mijn opdrachtgever uitgenodigd. En zij heeft haar verhaal verteld waarom zij het belangrijk vindt dat dit probleem opgelost wordt. Heeft ons het mandaat gegeven op het hoe en heeft aangegeven als er problemen zijn. Als het gaat om capaciteit of om andere problemen, laat het mij dan weten. Want ik wil dat jullie de ruimte krijgen om dit op te lossen. Ik vond dat best lastig. De lastigheid zit vooral in dat je niet exact kan aangeven wat zij gaan doen en wat het op gaat leveren. En dat is lastig voor mensen, om dan hun commitment te geven. Ik heb ook met managers moeten praten en zelfs directeuren. En die vroegen mij, ja, maar wat zijn dan de resultaten die je gaat opleveren? En dat kon ik eigenlijk niet zeggen. Dat is eigenlijk de kern van deze hele aanpak. De oplossing die zit in de groep. En met de groep bedoel ik dus het team wat die vierdaagse sessie gevolgd heeft. En daar met elkaar het probleem is gaan analyseren en gaan onderzoeken wat is nou die juiste, beste oplossing. Als eerste was het natuurlijk heel erg leuk om met zo'n grote groep mensen eigenlijk problemen te gaan analyseren. En waar je zag in die vierdaagse dat de eerste 2 dagen er nog heel veel ruimte was voor creativiteit, voor hun eigen meningen, deskundigheid, hun eigen analyses, moesten we na die 2 dagen eigenlijk weer tot de kern komen. Daar vond ik hem ook best wel weer taai worden. Want dan moet je met elkaar echt gaan vaststellen en wat gaan wij als groep nou als eerste doen. Het voelde voor mij een beetje alsof ik op een strand stond. En de eerste 2 dagen was ik gewoon lekker nog op het strand. Op een gegeven moment moest ik door die branding. Maar toen we daar 1 keer door waren, dus toen we met elkaar hadden gedefinieerd, dit gaan we doen, dit zijn onze waarden, dit is de eerste stap die wij na deze 4-daagse met elkaar gaan maken, toen waren we er doorheen. En mensen uit het team, dat kan ik me ook nog herinneren, zeiden nu zijn we er doorheen, we kunnen nu niet meer terug. Dat was voor mij het moment dat het team was gevormd.